zijn daarover niet te spreken. Armentières ligt dichter bij Nieuwkerke en Meessen dan Ypres. Daarom zal de dienst 100 voortaan de Franse SAMU ter plaatse sturen voor dringende medische hulp en niet langer de Yperse mug. Maar volgens de burgemeesters van de betrokken gemeente worden hierbij een aantal dingen uit het oog verloren, zoals de verkeersdrukte in Armentières en het feit dat de Fransen onze streek niet kennen. Er is een oproep geweest verleden week. De SAMU van Armentières werd opgeroepen. Ja, die hebben moeten de weg vragen. Die zijn onderweg moeten stoppen om de weg te vragen. En het heeft 25 minuten geduurd voor ze uiteindelijk ter plaatse waren. GPS kennen ze blijkbaar niet. Vermoedelijk niet. Er duiken ook taalproblemen op. Zo moet een spoedarts weten welke medicatie een patiënt neemt. Alleen kan de naam daarvan verschillen naar gelang de taal. En wat ik ook nog moet erbij vertellen, dat de mensen hier vanuit Ypres en vanuit Niekerke allemaal tweetalig zijn. Maar de mensen vanuit Frankrijk zijn allemaal eentalig. En men moet toch nog altijd het Nederlands beheren als men naar Meessen wil komen. Dus is onaanvaardbaar. De burgemeesters zijn niet voordien geraadpleegd. Officieel zijn ze zelfs nu nog niet op de hoogte van het Frans-Belgische akkoord. Voor de burgemeester van Meessen, die de brandweerhervorming nog niet heeft verteerd, kan zoiets absoluut niet. Het is echt boven onze hoofden beslist. Het is beslist in die Ivoren Toren in Brussel. Het begint stilaan op een tv-serie te lijken, maar dan van zeer slechte kwaliteit met slechte acteurs. Volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid is het nog altijd de 100 centrale van Brugge die beslist wie ze stuurt. Daarbij wordt rekening gehouden met wie het snelst ter plaatse kan zijn. En voor Nieuwkerke en Meessen is dat nu eenmaal de Franse SAMU, zegt de dienst. De SAMU-wagens zullen bovendien binnenkort uitgerust worden met een aangepaste GPS, een Astrid-radio en een tweetalige woordenlijst.